Hoe was het om weer terug te zijn? Ja, ik was blij dat ik weer kon spelen. En, zeker 90 minuten was goed voor mijn fysiek. En 3 weken hard getraind en ben blij dat ik vandaag weer heb kunnen spelen. En meteen belangrijk. Ik bedoel, hoe fijn is dat dan? Ja, nee, lekker. Ik bedoel, het was een redelijk stroeve wedstrijd. Maar ik ben blij dat ik een paar keer belangrijk kan zijn. En ja, natuurlijk moet het sommige momenten beter. Het is altijd een lastig verhaal, dit soort wedstrijd, denk ik. Het gebeurt weinig dat je echt een goede wedstrijd speelt. Maar al met al 5-1. Op naar de volgende weer. Ja, want was het, je hebt het over de wedstrijd natuurlijk, was het wat dat betreft moeizamer dan verwacht misschien wel? Nou ja, natuurlijk. Je weet van tevoren, je wilde alles aan doen om gelijk zo snel mogelijk. We scoorden op zich een vroege goal. Alleen de tweede liet even op zich wachten. Ik denk dat we na die 1-0 eventjes allemaal net wat te langzaam gingen. En net iets slordig. En dat was de tweede helft denk ik net ietsjes beter. Dat we de 1-2's wel aankwamen. En dat we iets meer voor de goal komen. En ook wat meer afmaken. Maar al met al was het gewoon een redelijk stroeve wedstrijd. Hoe is het sowieso eigenlijk met jou nu qua fitheid, qua vorm? Nou ja, maar goed. Ik bedoel, ik heb de hele voorbereiding, alles getraind en bij Newcastle redelijk wat gespeeld. Daarna even een periode tot ik hier naartoe kwam eigenlijk dat ik iets minder speelde. En de trainingen waren ook niet al te zwaar tijdens het seizoen. Dus deze eerste 3 weken weer wel weer pittig getraind, zeker die interlandperiode. Dus en vandaag 90 minuten gespeeld. Ook geprobeerd aan mijn fitheid te werken door te lopen en dat soort dingen. Maar al met al voel ik me goed. Ja, want hoe dicht zit je er dus alweer tegenaan? Nou ja, dit was de eerste 90 minuten weer eigenlijk dit seizoen. Dus goed voor mijn fysiek. Maar ik zal moeten verbeteren. Ik weet dat er nog puntjes zijn die ik weer wil verbeteren. Zeker het explosieve, dat soort dingetjes praat ik ook over met de krachttrainers. Om dat weer te gaan verbeteren. En dat zal de komende tijd weer moeten gaan gebeuren.